Doak, we zijn hier in Eindhoven voor de 9e ronde van het Tata Steel Test Tournament. Waarom zijn we hier? Ja, we hebben het als sponsor op ons genomen om de schaaksport te verbreden. Dus meer mensen erbij te betrekken op een of andere manier. Dat was een van onze doelen. En aan de andere kant wilden we zelf natuurlijk ook wel wat meer exposure hebben, wat meer reclame voor de schaaksport in algemeenheid en voor ons bedrijf. Ik zie hier ook heel veel studenten rondlopen. Niet zo gek natuurlijk, high-tech campus. Zijn die hier ook nog met een bepaalde reden? Ja, kijk, als technisch georiënteerd bedrijf hebben we natuurlijk gewoon toptalenten nodig om een topstaalbedrijf te kunnen zijn. Dus we organiseren ook iets voor studenten. High-tech Centrum, Universiteit van Eindhoven, maar ook van andere universiteiten zijn hier vandaag aanwezig. En die hebben een speciaal programma. Wat heeft Tata studenten te bieden? Nou, een mooie baan. Als je goed je best doet, kan je mij opvolgen. Nee, maar we hebben natuurlijk een hele interessante technieken. Hoogwaardige technieken, specialisten nodig. Maar anderzijds, ja, ons bedrijf vraagt ook al mensen die managerial een uitdaging aandurven om ons naar de toekomst te leiden. We zitten vandaag in de 9e ronde. Heel leuk voor de mensen. Er staat de topper van het toernooi op dit moment. Aronian tegen Karjakin staat op het programma. Hoe kijk je tot nu toe terug op het toernooi? Ja, ik vind het nu toe een geweldig toernooi. Hè. We hadden natuurlijk wel, wel onze vraagtekens. Hè. We hebben ook een lager budget dit jaar als voorgaande jaren. Twee keer op locatie schaken, organisatorisch. Hoe gaat het met de schakers? Hoe gaat het allemaal? Maar volgens mij verlopen de wedstrijden uitstekend, spannende partijen. Maar ook de amateurs, hè, als je die ziet, grote getalen, kinderen. Ja, volgens mij is het net zo groot event als andere jaren. Ben je tevreden met de publiciteit die de vernieuwingen tot nu toe gegenereerd hebben? Ja, ik ben blij dat men het positief eraan ziet. En ook kijkt van wat kan en wat loopt er. En dat is wel prettig. Nou, Doak, dankjewel.